Je zag het al op Gamersnet, we hadden een hele mooie unboxing van de Cooler Master MP510. En we dachten, nou, daar gaan we nog eens een keer een stapje bovenop doen, want we hebben hier ook de MP860 van Cooler Master. Jawel, hieronder ligt die 510 en dat is dus een stoffen muismat die heel erg groot is tegen een laag prijsje en allemaal splashproof en dergelijke is. Maar dit is een hardcover, of hoe je moet zeggen, een harde muismat die we hier gaan unboxen en binnenkort ook gaan behandelen. En het leuke was, we hebben het al aangekondigd, maar we willen deze twee muismatten eigenlijk een beetje tegen elkaar opzetten om nou eens eindelijk uit te vechten. Welke is nou beter? Hard of zacht? Nou goed, laten we dan eerst eens even kijken wat hier uit het doosje komt. En je moet ook wel meteen zeggen dat met de MP860 is ook iets meer premium. En dat zie je ook meteen in het hele unboxing proces. Kijk, die stoffen muismat die rolt eruit. Die kost 17, 18 euro. Dit is een euro of 45 tot 50. Maar dan krijg je dan wel dit voor terug. Nou ja, mooi. Een best wel forse muismat nog steeds. Niet zo groot als deze. Maar dit is er natuurlijk wel weer eentje die voorzien is van allerlei luxe. Dus waaronder hier mooi. Dit is dan volgens mij... Dit is... Wel stof, maar het is harder dan ik had gedacht. Het is wel hardcover, maar het voelt nog een beetje soort van stoffig. Maar dit is natuurlijk ook een muismat met RGB. Want natuurlijk, je betaalt iets meer ervoor. Krijg je natuurlijk alle kleurtjes van de regenboog. Halen we die er zo eens even uit. Dan zullen we natuurlijk ook eens even die RGB aansluiten. Om te kijken hoe die dan precies is met alle lampjes aan. Dan kunnen we kijken of hij alle kleuren van de regenboog heeft. Maar dan op je muismat. Be right back. Hi, daar zijn we weer. Ik heb hem aangesloten en ik heb meteen iets leuks ontdekt. Want ik zei natuurlijk al van, wat is dit een mooie zachte cover. Goed, je ziet hem nou ook mooi met de ledjes en dergelijke aan. En inderdaad, het is gewoon 16,7 miljoen kleuren, volledig RGB. Maar ik dacht, hé, dit is een stoffenoppervlak, wat is hiermee aan de hand? Ik dacht dat het een hardcover was, dat is het ook. Shabam! Nou lijkt het een soort van half tablet spiegeloppervlak, maar dit is dus gewoon als ik... Yeah! Het is niet zo'n plakding, dus het is niet zo'n hele sexy... Oh, hierboven zit een plakrandje. Geile beeldjes. En dan zie je, daar is die echte hardcover. En ik moet zeggen, dit voelt lekker gek. Dit oppervlak is echt, ik weet niet, ik moet een muis hebben zo, maar het zweeft er echt een beetje overheen nu al met mijn hand. Dus ik denk als je een goede muis hebt met goede pootjes, dan is dit echt gewoon een beetje zoef zoef alle kanten op. Maar natuurlijk heb je wel hier aan de andere kant, heb je nog eventueel ook het stoffen, al is het dan wel hard. En dat is dus een beetje wat we ook, oh, ik zal trouwens ook nog even hier zo'n sexy dingetje van doen. Kijk even, dat logo. Slow peel. Ik heb daar niks mee, maar ik hoor van iedereen dat dat beelden zijn waar sommige PC Master Race freaks helemaal wild voor gaan. Voor die dingetjes eraf halen. Nou, bij deze alsjeblieft. Je bent weer klaargekomen. Helemaal fijn. Maar dit is dus wel zeg maar, het harde oppervlak. En dat zijn de soort van de twee pijlers die we tegen elkaar op willen nemen. Ik zei het al in de vorige unboxing, die van de MP510. Hier hebben we nu ook de MP860 dus. Deze twee gaan het tegen elkaar opnemen. Wat is nou fijner? Wat is nou prijs-kwaliteit verhouding beter gezien? Dat gaan we ontdekken. Is het stof of is het... Een harde cover, zij het dan van plastic of zij het dan alsnog van een soort van stoffenoppervlak. We gaan die twee tegen elkaar opmeten binnenkort in een video. En ik ben nu al benieuwd, heb je er vragen over, wil je iets weten wat we uiteindelijk moeten gaan reviewen? Of heb je al zoiets van, yeah, ik weet het antwoord al, ik ben voor kamp stof! Kamp stof, motherfuckers! Dat mag, dan laat het allemaal weten in de comments. En dan gaan we binnenkort komen bij jullie terug met een hele toffe clash van Cooler Master muismatten. Tot snel op gamersnet.nl.